Hoi Paulien, heb je nog een tip voor ons? Ja, natuurlijk heb ik nog een tip. Deze tip gaat over Stiply. Stiply is een oplossing voor het digitaal ondertekenen van al jouw documenten. Het is een rechtsgeldige en gemakkelijke manier voor het plaatsen van de handtekening. Voor meer informatie over Stiply zelf kan je terecht op de partnerpagina van onze website. Een link hier naartoe staat in de beschrijving. Tot op heden was het alleen mogelijk om een digitale handtekening via Stiply te versturen. Nu is het ook mogelijk om tekstvelden, datumvelden en checkboxes mee te sturen. Hiervoor gaan we eerst naar de documentenmodule. We openen een nieuw document. We voegen een nieuw snippet toe. En geven dit een passende titel. Om de nieuwe Stiply-velden toe te kunnen voegen, zien we hier een nieuwe button beschikbaar staan. Hier kunnen we op klikken en een nieuw scherm zal zich openen. En we hebben keuze uit 4 verschillende typen Stiply-velden. We gebruiken voor de eerste type tekst. We geven het tekstveld een naam. En we hebben de mogelijkheid om dit tekstveld verplicht te maken of niet. Deze maken we verplicht. Een veld toevoegen. We gaan een datum toevoegen. Deze maken we niet verplicht. En als laatste voegen we het al bekende Stiply handtekening toe. Dus de button ernaast. We geven het een naam, kandidaat, toevoegen en bewaren. We hebben nu dus een nieuw document aangemaakt waarin we de Stiply-velden kunnen gaan toepassen. Om het resultaat te kunnen gaan zien, gaan we nu door naar de kandidatenmodule. We openen een kandidaat. Wij openen het dossier van de kandidaat. Klikken op Nieuw. En kiezen voor standaard document. Hier selecteren wij het standaard document wat we zojuist hebben aangemaakt of bewerkt. In dit geval is dat Stiply-velden. Als format kiezen wij voor PDF. En we zien dat de checkbox Verstuur naar Stiply automatisch al is aangevinkt en ingevuld. Wij kunnen dus nu klikken op Doorgaan. Hier kiezen wij voor informatie bijwerken en selecteren wij de kandidaat. Het mailadres wordt dan dus automatisch ingevuld en dit standaard document met de Stiply-velden wordt dan naar de kandidaat toegestuurd. Wij klikken op doorgaan. Hierboven zien we de melding dat Stiply succesvol verzonden is. Dan gaan wij door naar de mail van de kandidaat. En zien hier de nieuwe mail van Otis verschijnen. Deze mail gaan wij openen. En klikken op het bestand bekijken. En zie hier ons Stiply document met het al bekende digitale ondertekening. Maar nu ook het tekstveld waarin we een tekst kunnen invullen. En de datum waar we een datum kunnen selecteren. Als laatste kunnen we hem nog terugversturen. Dan is dit de tip van deze week.